Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik dacht ik ga vandaag weer een Get Ready With Me voor jullie filmen. In mijn vorige week vlog, namelijk dit stukje, kreeg ik heel veel de vraag hoe ik mijn make-up daar heb gedaan. En hoe ik mijn make-up nu eigenlijk sowieso elke dag doe. Dus bij deze, ik dacht we gaan lekker kletsen en ondertussen ga ik me hier opmaken. Ik heb even alles naar beneden verkast, dus de hele tafel staat hier vol met make-up. En dit is eigenlijk een beetje de make-up look die ik doe als ik helemaal, ja, full glam ga. Dus niet echt elke dag of zo, maar ja, de producten die ik gebruik, gebruik ik wel elke dag. Maar ik stapel het een beetje op. Dus het ligt er een beetje aan hoeveel make-up ik op die dag, ja, op mijn smoel wil hebben. Dus bij deze, ben jij benieuwd naar hoe ik mijn make-up de laatste tijd doe? Blijf dan gezellig even kijken en ja, laten we snel beginnen. Oké, het eerste wat ik eigenlijk altijd even doe, het is trouwens ook bloedje warm. Ik doe altijd eerst mijn haar in een klemmetje. En deze voorste plukjes, ik ben ook weer bleek, is toch vreselijk. Deze voorste plukjes die doe ik met een rolletje. Ik heb heel veel van deze rollers toen gekocht bij Kruidvat. Want ik heb een beetje van die, ja, plukjes, curtain bangs-achtig. Dus die pak ik dan zo. Nou, dan rol ik hem erin. En dan zet ik hem ook weer vast. Laten we beginnen. Oké, ik heb hier mijn spiegeltje staan. Dus als ik daar naartoe kijk, dan weet je waar ik naar kijk. Ik gebruik altijd eerst deze dagcreme van Olay. Die vind ik heel chill. Die ga ik eerst opdoen. Ik doe echt elke dag dagcreme op. Ik heb ook best wel een droge huid, dus dan vind ik dat ook wel heel fijn. Het is echt super lekker weer buiten de afgelopen tijd. Dus mij hoor je niet klagen. Echt, ik hou van het zonnetje. Dus ik probeer ook zoveel mogelijk gebruik van te maken om een beetje bruin te worden en in de zon te liggen. Aangezien ik waarschijnlijk dit jaar niet op vakantie ga. Het is nog niet zeker, maar ja, daarover later meer. Zou ik zo wel even op ingaan. Ik doe eerst even een beetje mijn basis, want anders duurt het dan wel heel lang. Dan heb ik nog deze Glow Booster Serum. En die doe ik daarna nog op. Deze is ook van Olay. Dit kun je gewoon bij de Ethos tegenwoordig kopen. Ik heb dit zelf opgestuurd gekregen voor een campagne met hun. Op Insta. En ik gebruik het nu gewoon elke dag. Ik vind het zo fijn. Nou, als ik die crèmetjes al heb opgesmeerd, dan ga ik dan door naar de Nivea Men After Shave. Dit doe ik niet elke dag op, maar wel als ik dus een feestje heb. Of, nou ja, tegenwoordig niet echt feestjes, maar gewoon op zaterdag of zo als ik gewoon met vrienden ga. Als ik mijn make-up gewoon lekker muurvast op mijn gezicht wil hebben, is dit echt een hele chille primer. Nou, ik dacht het is wel weer eens leuk om een extra video op vrijdag te doen. Ik wil sowieso weer een beetje oppakken qua, nou, ondertussen doe ik even deze trouwens op. Dit is van Kiko, een vloeibare highlighter. En ik vind dat dus heel erg mooi als basis onder mijn foundation. Dan word je wat, ik krijg een beetje subtiele glow van. Dus dat doe ik gewoon op deze kwast. Deze is van Real Techniques. En dan blend ik het eigenlijk allemaal een beetje zo in op mijn huid. Maar ja, de laatste tijd had ik het natuurlijk wat rustig aangedaan. Ook op YouTube, op Insta en zo. Dus het leek me wel weer leuk om ja, gewoon weer het oude uploadschema, zeg maar, op te pakken. Dus gewoon maandag om 3 uur een vlog of gewoon een video. En vrijdag om 12 uur een extra video. Dus vandaar dat jullie daar nu naar kijken. Ik moet zeggen, ik ben de afgelopen tijd wel heel erg druk met school. Ik heb echt heel veel deadlines. Als jullie deze video zien, heb ik over 2 weken echt een gigantische deadline. Of over 1 week, ik weet het niet. Dus ja, het is allemaal best wel een beetje hectisch. En het is natuurlijk de laatste projecten van voor de zomer, zeg maar. En het laatste project van dit hele jaar. Dus het is een heel groot project. Dus ja, daar ben ik wel heel druk mee bezig. Dus daar was ik de laatste tijd ook wat meer op aan het focussen. Maar ja, goed. Het is natuurlijk bijna zomervakantie. Dus dat is helemaal leuk. Helemaal zin in. En ook echt wel nodig. Nou, dan heb ik dus een beetje die basis opgedaan. Ik weet niet of het te zien is, maar je hebt nu echt zo'n hele mooie glow. Ik vind dat zelf wel heel fijn, omdat ik niet echt zo'n vette huid heb. Ik heb juist een hele droge huid. Dus dan vind ik het echt wel heel mooi als ik een beetje de glow onder mijn foundation heb. Nou, dan ga ik dus foundation opdoen. En ik heb sinds kort een nieuwe. Ik heb namelijk deze van de Douglas. De 12 uur foundation in de kleur Power of Light. Deze. En die dekt ook best wel goed. Maar die meng ik dus. Daar heb ik deze van. Deze van Douglas. De Drop and Mix. Dit is zo'n pipetje. Dit is best wel een wat,
ja, donkere kleur voor mij natuurlijk. Maar deze is te licht en dan vind ik het best wel chill om dat te mengen. Dus ik smeer eerst wat hiervan op mijn gezicht. En je zou vast denken, waarom doe je dat op deze manier? Nou, dan worden mijn handen niet zo vies. Dus dat doe ik een beetje erop. Ja, een beetje. Ik doe op zaterdagen, als ik full glam ga, best wel veel. Nou, en dan doe ik dus een paar van deze. Maar echt niet veel. Want ik had laatst gewoon wat dropjes gedaan. Nou, echt. Ik was heel bruin. Kon echt niet. Dus ik doe echt maar dit. En dat is gewoon echt meer dan genoeg. Nou, dit ga ik een beetje blenden met deze kwast. En vervolgens dep ik het een beetje in met deze spons van Real Techniques. Kijk, het is echt heel erg. Ik heb alweer te veel, zie ik. Maar goed. Ik ben wel benieuwd. Gaan jullie nog dit jaar op vakantie? Of gaan jullie dit jaar ook niet op vakantie? Oh, ik heb echt wel een beetje veel. Oké, komt goed. Nou, wij wilden eigenlijk wel. Ik en Sander. Maar ik weet niet. We wilden eerst gewoon naar Italië. Echt met, naar de camping. Gewoon met de auto. En dan daar een huisje op de camping. We hadden het helemaal voor ons. Gewoon, we zagen het helemaal voor ons. Gewoon lekker 2 weken op de camping staan. Een keer wat anders dan gewoon in een hotel, zeg maar. Dus ja, en vroeger ging ik elke zomervakantie naar de camping. Dus ik dacht, dat is vast wel weer leuk. Nou, we zagen het gewoon voor ons. Maar goed, we wilden dan naar Italië. Maar dat is natuurlijk nog op oranje. En ja, wij zitten er eigenlijk ook niet op te wachten dat dan weer de pleuris uitbreekt. En dat we dan weer die voucher krijgen en gezeik. Want dat heb ik nu al zo vaak gehad. Vorig jaar natuurlijk zou ik met Lisa op vakantie gaan naar Lorette. Nou, dat ging ook niet door. Dus toen, trouwens je zegt Joret, maar ik zeg altijd Loret. Maar goed, maar ja. Dus dat ging niet door, dus toen kregen we die foutje. Nou, ik vond dat heel stom. Maar ja, er is natuurlijk niks aan te doen, ik snap het ook allemaal wel. Maar ja, het jaar daarvoor, was dat het jaar daarvoor? Volgens mij wel. Toen was toen mijn relatie uitgegaan en toen zouden we ook op vakantie gaan. Nou, daar hebben we natuurlijk ook geen annulering shit op gedaan. Dus dat was een beetje balen, dus dat geld was ik gewoon letterlijk kwijt, weg. Dus ja, dat was allemaal een beetje zuur. Dus ik zit er gewoon niet op te wachten om dit jaar dan weer met die vouchers. Of dat je dan weer je geld niet krijgt. Nou, dat gezeik heb ik echt geen zin in. Dus ja, we gaan nog even kijken. We willen anders misschien nog last minute naar Ibiza boeken. Maar we gaan het sowieso last minute doen. Oh, trouwens. Ik doe daarna deze concealer erop. De tekst is een beetje eraf, maar dit is die van Maybelline. En heel veel vinden deze verschrikkelijk. Tenminste, je hebt echt een team I hate it. Of het team I love it. Nou, ik vind hem dus echt heel fijn. Dus ja, en je denkt nu echt, wow, die is echt heel wit. Klopt ook wel, dit is echt een volgens mij de lichtste kleur. Maar ja, als ik dat een beetje blend, dan is het wel te doen. Ik had natuurlijk ook wel een beetje een donkere basis, dus ja, hè. Dus die smeer ik eigenlijk altijd gewoon onder mijn ogen zo en dan een beetje op mijn kin, omdat ik daar wat onzuiverheden heb. Of nou ja, onzuiverheden, wat, ja. Ik weet niet, ik smeer het gewoon altijd op mijn kin. Ik heb eigenlijk niet echt heel erg veel last van onzuiverheden. Dat is op zich wel heel fijn. Oh, normaal doe ik trouwens ook nog altijd labello eerst op. Maar die ben ik even vergeten en ik heb geen zin om weer naar boven te lopen. Maar goed, wij gaan dus ja, last minute iets boeken. Dus we zien wel dus waarheen. Maar misschien ook wel helemaal niet. We kijken het wel gewoon een beetje aan. Ik weet niet, ik zou het wel heel leuk vinden om gewoon nog weg te gaan. Dus ja, we zien wel. En aan de andere kant, stel het gaat dit jaar niet door. Kun je altijd nog in een meivakantie of zo, als dat kan met school. Ik heb ook wel veel dingen in Nederland geboekt. Veel weekendjes weg, dagjes weg. Dus dat is ook allemaal wel leuk. Dus ik zie het allemaal wel. Laat me weten of jullie op vakantie gaan en waarheen. Zo, dan zit de basis er eigenlijk een beetje op. Ik vind het zelf wel echt een hele fijne combi. Dan is het tijd voor afpoederen. En ja, ik gebruik altijd zo'n witte van de Essence of van Catrice. Maar ik heb dus nu ook deze van Douglas. Het contouring palette. En dan gebruik ik deze kleur. Want ik weet niet, nu ik iets verkleurd ben, vind ik het ook niet echt mooi om met wit dan af te poederen. Je wordt er best wel een spookje van. Dus ik ben de laatste tijd wel weer wat van de kleurpoeder, zeg maar. Even kijken waar mijn kwast is. Hier. En daarvoor gebruik ik deze kwast van Real Techniques. Zo'n platte kwast. Vind ik het wel fijn om een beetje mee aan te stippen. En dit doe ik ook weer zo onder mijn ogen en op mijn kin. En dan pak ik een grote kwast. Deze is van Kruidvat. Die is echt heel fijn. En dan blend ik het allemaal nog een beetje uit.
Dan is het tijd voor contouren. En ik hou van contour. Daarvoor gebruik ik ook deze kwast van Kruidvat. Die vind ik ook heel fijn. Want die is een beetje scheef afgesneden. Dus ik weet niet, het is perfecte kwast om te contouren. Echt love it. En ik gebruik deze van Elf. En als je mijn vlogs kijkt, heb je deze toen voorbij zien komen. Ik heb toen allemaal producten van Elf besteld. Ik had het zelf nog nooit getest. Maar echt love Elf. Heel chill en ook best wel betaalbaar. Eigenlijk heel erg betaalbaar. Maar zoals je kan zien, is het een heel geliefd paletje. Dus ik gebruik nu deze kleur. Maar deze wordt echt te donker. Dus die kan ik helaas niet gebruiken. Maar op zich kan ik ook nog wel een beetje in die. Dus die vind ik heel chill. En dat doe ik gewoon onder mijn jukbeenderen. En dat breng ik ook aan op mijn voorhoofd hier zo. Vind ik altijd wel mooi. Ik heb best wel een groot hoofd. Dus je kunt een beetje mee maskeren. En dus hier en een beetje zo. Ja, om het een beetje een geheel te maken. Ik wil ook nog heel erg graag de cream contour van Charlotte Tilbury gaan testen. Dus ik denk als deze echt volledig op is, dat ik die ga proberen. Want ik ben ook wel benieuwd hoe het is om met cream contour te werken. Ik vind dat, van die paletten, je hebt van die paletten waar je dat allemaal in hebt, zeg maar. Maar dat vind ik dus echt niet fijn werken. Maar misschien uit zo'n tubetje wel. Nou, en ik hou altijd wel van een heftig contourtje, zoals je kan zien. Maar dat blend ik straks uit. Zo, op camera is het wel heel erg. Maar ja. Zoals ik zei, ik gebruik deze producten ook gewoon alledaags, maar niet zoveel. Dit doe ik echt alleen als ik een feestje heb of uitga of op zaterdag dus. Nou, dan pak ik weer de poederkwast en dan veeg ik de harde lijnen een beetje uit. Dan is het tijd voor blush. Blush gebruik ik nooit te veel, omdat ik dat niet zo heel mooi vind bij mezelf. Maar ik gebruik deze blush van Elf. Dit is de Berry Mary. En daar gebruik ik deze kwast bij van Real Technique. Gewoon een blushkwast. En er zit dus ook een heel erg mooi goud shimmertje in de blush. Ik weet niet of het te zien is. Maar echt heel mooi. En ik doe dit echt nooit zo hier bij mijn wang. Maar altijd een beetje hier zo. Zo. Goed, ik ga mijn highlight aanbrengen. En dan ga ik weer gezellig met jullie verder kletsen. Ik gebruik deze van Revolution. De Skin Kiss. De Golden Kiss. Ik moet zeggen dat ik heel erg veel afwissel tussen highlighters. Ik vind Soft & Gentle heel fijn van MAC. Ik vind de Dior highlighter heel chill. Die Momo highlighters vind ik ook heel fijn. Maar als ik wat bruiner ben, vind ik deze heel mooi. Dit is echt zo'n gouden. Ja, daar gebruik ik gewoon zo'n waaierkwastje bij. En dan doe ik het een beetje zo. Maar zo. Nou, dat is de highlighter. En dat ga ik lekker met een glow setting spray van Glam Glow, de beste ever, afzetten. Zo. Maar goed, ik ga nu mijn wenkbrauwen doen. Dat doe ik met deze van Catrice, het welbekende eyebrow setje. Nou, die is er al helemaal uitgevallen en die gebruik ik ook niet. Ik gebruik de lichtste kleur. Maar goed, ik ga het even hebben over school. Want daar kreeg ik ook wel wat vragen over. Ik zit natuurlijk nu, ga bijna naar het derde jaar, van Creative Business. Dat is een hbo-studie. En dat doe ik in Enschede in Saxion. Ik krijg heel vaak de vraag wat je met die opleiding doet, et cetera. Maar goed, dat kun je ook wel opzoeken, denk ik. Ik vind het gewoon een hele chille studie. Het is echt precies wat voor mij, dus ik ben er nog steeds heel erg blij mee. Maar het is wel gek hoor, ik doe even mijn spiegel wat dichterbij. Oh, trouwens. Ik heb mijn wenkbrauwen een jaar geleden gepowderbrowed. Of is dat een woord? Gepowderbrowed. Vroeger had ik echt geen wenkbrauwen. Ik weet niet of ik daar... Ja, ik heb daar heel veel zat video's van. Op de weekvlogs en zo kun je dat altijd wel zien. Maar ik weet niet. Het zit er gewoon nog best wel heel erg mooi op. Gewoon die lijn en die vorm. Dus ik ben daar wel heel blij mee. En ik verf het zelf nog ongeveer één keer in de twee weken. Dus ja, het is wel echt top. Dan heb je tenminste een beetje, als ik geen make-up op heb, dat je denkt, je hebt wenkbrauwen. Maar goed, de studie dus. Ik heb natuurlijk een tussenjaar vorig jaar gehad. Anders ging ik gewoon naar het vierde jaar. En dan ging ik na de zomer afstuderen. Het is zo bizar dat dat gewoon anders, zeg maar, de situatie was geweest.
dat ik gewoon volgend jaar afgestudeerd zou zijn. Dat is echt bizar, want ik ben nog maar 19 jaar. Dus ja, ik ben op zich wel blij gewoon dat ik die tussenjaar heb gehad. Want dan ben ik gewoon nu, als ik afgestudeerd ben, 21 of zo. Het is toch wat fijner. Maar ik ben sowieso wel blij dat ik dat tussenjaar heb gehad. Want dat had ik ook wel gewoon nodig en zo. Misschien weet je van niks. Maar ja, ik zou zeggen, check even deze video's. Maar ik ben ook wel heel erg blij. Ik weet niet of jullie mijn afgelopen week vlog van maandag hebben gezien. Maar dat er gewoon eindelijk wat uit is gekomen. Zeg maar, hoe het allemaal kan. Dat ik die angststoornis had ontwikkeld. En gewoon wat de reden daarachter was. En uiteindelijk is het dus toch iets medisch. En ik weet niet, ik kan het nu echt zo goed een plekje geven. En ik voel me weer helemaal... Het voelt alsof ik na 2 jaar eindelijk een soort hoofdstuk kan afsluiten. Dat is wel echt heel fijn. Ik moet zeggen, make-up en praten is echt heel lastig. Wat ik trouwens doe, ik maak zo'n lijntje aan de onderkant. En dan vanaf hier zo aan de bovenkant. Dat vul ik in. En dan met het overige doek een beetje daar de binnenkant. Als is het dan zo hard. Oké, ik ga even mijn wenkbrauw afmaken en dan kom ik weer bij jullie terug. Oh ja, ik krijg ook heel vaak de vraag waarom ik het met zo'n klein dingetje doe, die hier al in zit. Ik weet niet, ik heb ook wel een grotere. Maar ik vind dit zo fijn werk, gewoon heel precies. Dus ik red me hier wel mee. Ik heb mijn wenkbrauwen gedaan. En dan ga ik altijd met zo'n spoeletje het nog goed doorkammen, zodat het wat minder hard wordt. Maar ik heb best wel weinig haar. Maar het haar die ik heb is best wel donker. Ik weet niet, dat kun je ook wel zien. Dus klopt ook wel, want ik heb ook best wel een donkere eigen haarkleur. Dit is verder allemaal geverfd. Wow, hieronder kun je het wel goed zien. Maar goed, als ik dat heb gedaan, dan, en dan is het tijd om een klein beetje oogschaduw op te doen. Ik doe in het weekend eigenlijk nooit echt heel veel oogschaduw op. De laatste ben ik daar sowieso niet echt meer van. Maar ja, ik gebruik dit Tartelette paletje. Die vind ik echt zo mooi. Die heb ik voor mezelf gekocht met kerst. De In Bloom. Oh, ik gebruik hem ook echt zoveel. Je kan het echt zien. Dit zijn de kleurtjes. Ze worden echt geliefd. Nou, dan pak ik een hele grote kwast. Even kijken, deze. Gewoon zo'n blending kwast. En dan ga ik in die huidskleurige. En dan ga ik over mijn hele oog heen, zodat het een beetje afgepoederd wordt en mijn mascara niet gaat afgeven boven mijn ogen, want dat heb ik best wel snel als ik foundation op heb. Dan pak ik een andere kwast en daarmee ga ik in de Smartie Pants en dan ga ik zo een beetje mijn arcadeboog een klein beetje definitie geven. Ja, waar hadden we het over? Volgens mij dat ik het hoofdstuk eigenlijk kan afsluiten en zo. En dat is echt zo. Want op een gegeven moment kon het ook niet meer dat ik duizelig was. En gewoon die ja, symptomen had. Terwijl de dokter het zei dat ik dat kwam van de stress. En dat ik rustig aan moet doen. En tegen een burn-out aanliep. Dat ik echt dacht, ja maar ik ben al 1,5 jaar hiermee bezig. En dat is prima. Maar in die 1,5 jaar ben ik sowieso heel erg veranderd. Maar heb ik ook zoveel minder gedaan. En ja, heel veel ontspannen en gewoon, ik weet niet, gewoon echt heel anders met dingen om ben gegaan. En ik heb een tussenjaar gehad waarin ik ook gewoon niet bezig hoefde te zijn met school. En ik weet niet, ik had echt geen stress. Dus ik dacht, ja maar het kan niet. Het kan niet dat dit nog zo is van de stress, zeg maar. Dus trouwens, dit blend ik weer een beetje uit met die huidskleurige oogschaduw. Dus ja, ik ben blij dat er gewoon wat uit is gekomen. Waardoor ik altijd zo duizelig ben. Waardoor ik die angst heb ontwikkeld. En dat is dus wel iets medisch. Dus ja, het klinkt heel stom om te zeggen dat je blij mee bent. Terwijl er niet iets klopt in je lichaam. Maar tegelijkertijd is het gewoon eindelijk dat we weten wat het is. En dat ik het gewoon kan afsluiten. En ook kan zeggen als ik duizelig ben van goh, dat komt hierdoor. Dus ja, ik ga er verder ook niet op in ofzo. Want dat heb ik al mijn weekvlog gedaan. Dus check die even als je wil weten waar ik het over heb. Maar goed, ik kan het gewoon afsluiten en daar ben ik gewoon echt heel erg blij mee. En ja, ik weet niet, nu voel ik me gewoon weer helemaal mezelf. En zoals ik zei, is dat hoofdstuk gewoon klaar en kan ik beginnen aan mijn nieuwe hoofdstuk. En gewoon positive vibes en niet meer in die... Ja, ik weet niet, het was echt een rollercoaster, echt bizar. Ik heb me ook echt slecht gevoeld. Dus gewoon, ik ben blij dat dat gewoon achter de rug is. En
dat ik gewoon weer Floor kan zijn. Gewoon dat ik niet belemmerd word. Klinkt misschien heel heftig en vaag, maar ik weet niet. Het is heel fijn. Nou, goed. Goed verhaal. Ik gebruik deze best wel stijve kwast. En daarmee ga ik in de Funny Girl. Dat is een beetje een highlighter. En die doe ik in de binnenkant van mijn ooghoeken. Vind ik wel mooi om een beetje die open ooglook te creëren. Nou, en dan pak ik een ander kwastje. Namelijk deze. Dit is een heel erg klein kwastje. Ik weet niet wat ik doe. Hier. En dan ga ik in een donkere jet setter in die kleur. En dan maak ik dus, ik zal een beetje inzoomen. Dan maak ik dus een eyeliner. En dat doe ik dus de laatste tijd heel erg veel. Dat vind ik heel erg mooi. Ik vind dat zwarte iets te hard. Nou, en dan doe ik eigenlijk gewoon, die tafel zit een beetje in de weg. Zo. Een streep omhoog. Gewoon echt een wing. En ja, dan maak ik een eyeliner mee. Ik vind dat wel heel erg mooi. Dat maakt de look ook wat minder hard. En dan, als ik dat heb gedaan, dan pak ik gewoon weer zo'n grote kwast. En dan blend ik het een klein beetje uit, zodat het wat minder hard wordt. Zo. En dan heb je dit. Nou, helemaal leuk. Dan pak ik mijn mascara. Waar heb ik die? Hier. En ik weet niet, ik wil nog die van Maybelline. Volgens mij was het van Maybelline. Die iedereen helemaal te gek vindt. Hoe heet die ook weer? Was dat niet de Rocket? Ik weet het niet meer. Maakt ook niet uit. Maar ik maak eerst deze op. Deze is van Catrice, de Glam & Doll. En die gebruik ik echt al. Of nou ja, niet op die manier dat ik hem al heel lang gebruik. Maar elke keer koop ik hem weer opnieuw. Dus deze soort mascara gebruik ik al heel erg lang. Dit is namelijk een best wel chill borsteltje. Ik kan echt niet met van die grote borstels en zo. Dat, voor mijn wimpers werkt dat echt voor geen meter. Dus ik moet echt van die kleine borsteltjes. Dus dan doe ik dit. En ik doe de laatste dus ook geen mascara meer op mijn onderwimpers. Omdat ik dan vind dat mijn ogen kleiner lijken. Terwijl ik best wel grote ogen heb. Dus dan vind ik dat wel mooi om dat dan zo te doen. Dus alleen de bovenwimpers. Ik hoop trouwens niet dat jullie heel veel last hebben van de vogeltjes die op de achtergrond fluiten. Maar ik heb een beetje de deur hier open, omdat het anders gewoon niet uit te houden is hier. En ja, hier zijn altijd heel veel vogeltjes. Ik had gisteren, echt heel bizar, wat oude video's van mij teruggekeken en ik ging echt helemaal weer stuk. Ik vind dat soms echt grappig om te doen. Gewoon om te zien hoe erg ik überhaupt ben veranderd ten opzichte van 2 jaar terug nog maar. Gewoon qua uiterlijk, maar ook qua innerlijk heel erg. Tuurlijk, iedereen verandert, maar het is gewoon zo grappig om dat te zien als je het hebt vastgelegd. Maar ook hoe ik praat. Oh, wat. Ik kom dus uit Twente en ik had echt tot 2 jaar terug nog zo'n accent. En ik snap ook niet hoe dat zo veranderd is, want ik praat echt heel erg met de O en gewoon heel, heel lomp in Twents. En dat is gewoon helemaal weg. Ik kan het ook niet echt meer. Ja, ik kan het wel, maar niet zoals nu gewoon de hele tijd of zo, zeg maar. Het is zo gek. Want ja, mijn vriend en zo praat bijvoorbeeld ook heel plat. Of nou ja, plat. Voor hier in Twente is het heel normaal. Maar ik kreeg heel vaak comments van, je vriend praat echt heel plat en grappig. Maar ja, ik weet niet. Het is zo grappig om te beseffen dat ik tot 2 jaar terug ook zo praat. En ik snap ook echt niet hoe dat dan zo verandert. En waarom ik dat opeens, zeg maar, niet meer doe. Of zo. Of niet meer echt kan of zo. Het is heel gek. Het is gewoon een beetje weg. Op zich wel beter. Want oh, wat heb ik gelachen toen ik die video's terugkeek. Moet je even naar mijn playlist hier op YouTube. En dan naar Christmas Room. Oh nee, Room Makeovers volgens mij. En dan mijn allereerste Christmas Room Decor video. Meid. Oh, echt hoe ik daar praat. Echt. Oh my god. Dan heb ik dus mijn wimpertjes gedaan. En ik doe niet mijn onderwimpers omdat ik dat gewoon niet zo mooi vind. Meer. Dan heb ik weer die spoelie. Dat is echt mijn tipje. Als je oogschaduw als je op hebt en je wil niet. Je hebt zeg maar gemoismapt je mascara. En je wil niet dan met een wattenschijfje, want dan haal je alles weg. Pak je spoelie en dan kam je het zo weg. En dan is het ook gewoon weg. Echt super chill. Dat is mijn tipje. Dat doe ik al jaren. En ik had een meisje in de klas vroeger. En daar had ik het toen ook tegen verteld. En ze zei toen echt, Floor, thanks voor je tip. Want ik doe dat nu altijd. Ik zei, nou, meid, graag gedaan.
Nou, dan is dit eigenlijk een beetje de look. Ik doe nooit eigenlijk lippenstift op. Ik vind lipstift niet zo mooi bij mij. Komt omdat ik best wel grote onderlippen heb, maar bovenlippen eigenlijk niet echt. Dus ik doe heel vaak gewoon een glossje of gewoon labello. En ik gebruik de lipgloss van MAC. En dan is dit eigenlijk de look waar ik altijd voor ga. Ik ga even mijn handen wassen, want het zit helemaal onder. En dan kom ik bij jullie terug. Nou, dan is het dus tijd voor mijn haar. Ik heb mijn haar al stijl. Dus ik hoef het niet opnieuw te stylen. Maar vaak stijl ik het dus gewoon. En echt bizar, hè. Ik ben 2 maanden of zo terug naar de kapper geweest. Toen had ik het tot hier. En nu is dit er gewoon weer bij. Mijn haar groeit zo belachelijk snel. Het is echt bizar. Ik ga gewoon weer naar de kapper. Om gewoon weer even wat highlights hierboven te zetten. Want ik word weer best wel wat donkerder. En ja, mag sowieso wel weer een stukje blonder. Ik hou er wel van. Maar dit dingetje haal ik er dan af. Ja, vaak is het dan nu nog best wel een beetje dit, zeg maar. Dat vind ik dus niet mooi. Dus dan ga ik er gewoon doorheen. En vaak ga ik dan nog met een steltang of zo even nog een beetje die vorm goed doen. Maar op zich zit het dan wel goed. Altijd wel die voorste plukjes zo. Dat vind ik wel mooi, want die heb ik dus wat korter. Nou, en vaak doe ik dan ook nog droog shampoo en zo in. Maar dat heb ik gisteren al gedaan. Dus het is nu nog best wel een beetje stroef. Want dan krijg je net iets meer die volume. En blijft het net wat beter zo zitten. Dus dat is eigenlijk een beetje de look die ik de laatste tijd opdoe. En hoe ik mijn haar doe. Eigenlijk op deze manier. Dus ja, dan was dit de make-up en hair look. Een beetje de get ready with me. Als jullie nog vragen hebben over bepaalde producten of over dingetjes, let me know in de comments. Mag je zeker stellen. En ja, ik hoop dat ik het een beetje heb kunnen uitleggen wat ik nou een beetje doe. Zoals ik al vertelde, dit doe ik niet elke dag op. Want ik draag 9 van de 10 keer eigenlijk geen make-up. Omdat ik, weet niet, ik ga gewoon heel vaak zonder make-up door het leven. Maar als ik dan make-up op doe, dan doe ik of dit, ja, of wat minder. Ik doe ook heel vaak alleen concealer of even een BB cream. Het verschilt eigenlijk. Maar als ik echt gewoon alles doe en echt wil flieken, dan is dit de look waar ik voor ga. Dus dan zijn dit ook de producten die ik gebruik. Dus bedankt voor het kijken naar deze video. Mocht je nog meer video ideetjes hebben, is dat altijd welkom. Dus laat dat zeker weten in de comment. En ja, dan zie ik jullie tot dinsdag, wou ik zeggen, maandag met een hele leuke nieuwe weekvlog. Bedankt voor het kijken en doei!